Le Bruit des Choses is de titel van de tentoonstelling 50 jaar Vriendenvereniging van het Middelheim Museum, beter bekend onder de naam Middelheim Promoters. Deze vereniging bestaat 50 jaar dit jaar en voor die tentoonstelling Le Bruit des Choses hebben we 50 objecten geselecteerd uit het omvangrijke archief van die Middelheim Promoters. In 1965 zijn de Middelheim Promoters opgericht als een dynamische en actieve organisatie die het Middelheim Museum internationaal op de kaart wilde zetten. Zij organiseerden lezingen, concerten, maar ook tentoonstellingen, uitstappen. Ze zorgden voor aankopen en, dat doen ze nog altijd, ze maken edities. Al die dingen samen is ook weer een vorm van Le Bruit des Choses, alle dingen die ze doen voor het Middelheim. En ze wilden eigenlijk een soort van parallele laag creëren op een, wat zij in de tijd, in 1965, een slapend museum noemden. Dat slapend museum wordt in de tentoonstelling weergegeven door drie grote foto's van Philippe Tas. Zwart-wit, mysterieuze beelden die een zicht werpen op Middelheim, wat het ooit geweest was. En eigenlijk is het grappige van de conclusie van deze tentoonstelling is dat het is geen parallele laag is. Er is eigenlijk gewoon maar één laag. En het is al die dingen samen, waar de Middelheim Promoters ook een stuk van uitmaken, die eigenlijk het Middelheim vormen. Het is een jubileumtentoonstelling, 50 jaar. 50 jaar is een gouden jubileum. Vandaar ook de kleur goud die zo prominent aanwezig is in het paviljoen. En niet enkel in het paviljoen, maar ook in het park hebben we meer dan 20 gouden stoelen gezet. Die stoelen die staan in de buurt van werken, belangrijke werken die zijn aangekocht met steun van of door de Middelheim Promoters. En via die stoelen kan je de wandeling van Le Bruit des Choses verder zetten in het park om ook daar het geluid van die dingen te ontdekken.